Het brengen van goede en duurzame elektrificatie naar het binnenland geniet prioriteit bij deze regering. Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben minister Sergio Akinbotto en een vertegenwoordiger van de Volksrepubliek China een samenwerkingsdocument ondertekend. Dit document is ten behoeve van het elektrificatieproject voor het binnenland. U weet allemaal dat zeker vanuit de regering en met name het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen prioriteit wordt gegeven binnen het beleid, het energiebeleid, aan elektrificatie van dorpen in ons binnenland. En met name is het streven en is het beleid erop gericht om te gaan voor 24 uur elektrificatie van dorpen in het binnenland. Nou, in dit kader bent u dan ook uitgenodigd om vandaag deel te zijn, getuige te zijn van de ondertekening van een contract tussen enerzijds namens de regering van de Republiek Suriname, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de heer Sergio Akinbotto, en anderzijds de vertegenwoordiger van het bedrijf Power China, met wie we thans dus vandaag een overeenkomst ondertekenen. En weliswaar voor twee dorpen, met name Pekinslee en Guyaba. Het is goed om te benadrukken in het beleid van de regering om te kijken naar het voorzien van elektrificatie als een van de basisvoorwaarden, basisvoorziening voor ontwikkeling. Dat het toch belangrijk is om de gebieden in het achterland die ontstoken zijn van energievoorziening, 1x24 uur, dat wordt opgepakt. Wat van belang is, is dat we in ieder geval een aantal zaken niet uit het oog moeten verliezen. Met name transport en gebruik van brandstof, van fossiele brandstof voor opwekken van energie, wordt voor een goed deel teruggebracht. Twee, beschikbaarheid van energie voor langere termijn, voor de mensenleven in het achterland. Dat dit een belangrijke stap is in de richting om te komen tot de optimale voorziening van energie. Vandaar dat het zo belangrijk is vandaag, deze ondertekening, om te beginnen met twee dorpen, de twee grootste dorpen in het boven Suriname gebied. Maar dat is niet waarmee we gaan stoppen. We zijn bezig met meerdere partijen te kijken om de stroomvoorziening in het achterland optimaal te garanderen. Power China is een van de partijen die heel effectief samen met het team van NH slagvaardig aan de slag is geweest. Dat we vandaag met hun kunnen die ondertekenen. En ik denk dat dat belangrijk is. We kijken naar partners die ook effectief te werk kunnen gaan om inderdaad het achterland te voorzien van elektriciteit. Ik wil van deze plaats uit ieder van het ministerie die een bijdrage geleverd heeft tot het standkomen van dit traject, van deze twee, laten we zeggen, of dit project voor uitvoering in twee dorpen. But ook definitely Power China for their effort, the support, the dedication to reach this point, to start up this project. And of course, het ministerie van Financiën, die zeker ook een bijdrage heeft geleverd voor wat betreft het financieel gedeelte, om daar goedkeuring aan te geven. Het is een start zijn, we gaan beginnen. En we hopen, of althans ondertekening, om een start zijn te geven, te initiëren. En we hopen dan ook samen met de verschillende partijen die betrokken zijn, zeker ook met Power China, te zorgen te dragen dat we ons achterland volledig kunnen voorzien van elektriciteit. Nogmaals, iedereen feliciteren met de mijlpaal en dat het een succesvolle implementatie zal krijgen. You invite me to witness this event. I think it's a good beginning, and I congratulate you for all you have done for the people of Suriname in the interior area. I talked with people here. I said two things you have to remember. One thing is the safety of the workers, of the local people. The second is the quality. You have to guarantee the quality. Because, you know, China is the biggest country in the world to produce a solar panel.
equipment. They are the number one, you know. I'm pretty sure that we have a good quality. I talk with them, but I will still emphasize this because it's bring light for local people. This is so important issue. So we have to remember. Yeah. So once again, Minister, thank you very much. I congratulate you again, and we are waiting for the good news from the interior. Thank you.